in opdracht van de gemeente Houten heeft Van der Ven Fort Honswijk gerestaureerd. Deze restauratie startte in 2020. Het betrof 9 rijksmonumentale gebouwen op het fortterrein. Deze zijn op ambachtelijke en vakkundige wijze gerestaureerd. Het fort is nu weer zo goed als oud. De rijksmonumentale gebouwen op het terrein zijn ongeveer 150 jaar oud en waren aan grootschalige herstelwerkzaamheden toe. We hebben metsel en voegwerk vervangen, grondwerk uitgevoerd, ramen, deuren en luiken vernieuwd of hersteld en schilderwerken uitgevoerd. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van archiefmateriaal om de gebouwen zo historisch correct mogelijk te restaureren. De restauratie van Fort Honswijk is een van de meest uitdagende restauraties die we bij Van der Ven hebben uitgevoerd. Dit was vanwege de verhuurde staat van enkele gebouwen, de ecologische voorwaarden, onverwachte ontdekkingen en gewijzigde inzichten tijdens de uitvoering. Tijdens de restauratie hebben wij bijzondere vondsten gedaan op het fort. Zo hebben we achter een oude voorzetgevel een originele 19e-eeuwse gevel gevonden. In een later stadium van de restauratie is besloten om deze voorzetgevel niet te restaureren, maar de originele 19e-eeuwse gevel in ere te herstellen. En het resultaat? Dat mag er zijn. Daarnaast hebben we de inlaatsluis, uitgang van de poterne, oorspronkelijke kanonopstelplaatsen en een ingang naar de kelder in het torenfort gevonden. Tijdens de restauratie zijn we gestart met de verduurzaming van het fort. We hebben isolerende beglazing aangebracht en gebouwen voorzien van nieuwe puien. Daarnaast hebben we bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd aan de voormalige schietbaan, zodat deze kon worden herbestemd tot technische ruimte. Dit allemaal om het fort weer een duurzame toekomst te geven. Ja, de samenwerking met Van der Ven is steeds uitstekend geweest. We hadden een lastige opgave. We moesten in korte tijd de restauratie uitvoeren vanwege subsidievoorwaarden. Tegelijk hebben we veel wijzigingen doorgevoerd in het traject om allerlei redenen. En moesten we ook nog eens een keer met andere aannemers samenwerken bij een verduurzaming die we gelijk meenamen. En dat had al met al best wat voet in de aarde. Maar we hebben samen de uitstreep gehaald op een hele goede manier. En we zijn dik tevreden over hoe dat gegaan is. En voor de toekomst wens ik dat heel veel mensen deze plek gaan ontdekken, ervan gaan genieten. En ik hoop ook tegelijk dat het hier niet zo druk wordt dat deze plek helemaal zijn charme verliest en eigenlijk het respect voor de geschiedenis verloren gaat.